Degene die het eerst belt, die wordt ook het eerst geholpen. Dat is logisch, totdat ze op de snelweg staan of op gevaarlijke locaties. En dan krijgen ze prioriteit. En we gaan nu onderweg naar een Ford Focus met een accu. Paul van der Bunt, hallo. Meneer de Kruijf, vertel het eens. Kapotte accu. Hij doet het helemaal niet meer? Nee. Het probleem zit waarschijnlijk niet in de accu, maar wel ergens anders. Maar wat het is? Nou, Paul, dit is appeltje eitje, of niet? Dit was appeltje eitje. Nou, niet helemaal voor meneer. Ik denk dat de startmotor te zwaar draait. Hoe moet het nou als je straks weer terug moet van je werk? Dan hoop ik dat er een collega zo vriendelijk is vanavond om 9:30. En anders? Ga ik mijn vriendin bellen. Of de ANWB bellen. Accu getest, starthulp. En we gaan dan naar de volgende toe. Joop. Goeiedag. Hallo. Joop, heb jij nog iets? Ja, het gaat allemaal Utrecht in, accu-incidenten. Geen enkel probleem, geef er maar één in Utrecht. Want ze luisteren mee hoor, met me, want het is een camera. Oké. Even kijken, nee, dat geeft niet. Geen lekker band, hè? Ja, mag ook, doe hem ook. Toch? Ja, is dat goed? Ja, doe maar. Oké, zet ik hem erin. Dankjewel Joop. Hoi. Gaan even een bandje wisselen van een Fiatje Panda. Paul van der Bunt. Albert. Vertel het, je hebt een lekker band, zie ik. Ja. Reservewiel aanwezig? Ja. Oké. Als u het reservewiel opzoekt, dan ga ik vast het wieltje eraf halen. Ja, gaat hartstikke snel, hè? Ja, dat ziet er soepel uit. Had u het zelf zo makkelijk gekund? Nee. Ik heb een paar krikken, maar de ene past niet goed. En bij de andere begon hij toch een beetje te kraken. Dat ik dacht van, nou, laat het maar even zo oplossen. Mensen denken er niet aan. Het is, denk jij eraan? Nee, dat wou ik zeggen. Maar nu wel. Jij komt straks thuis en je denkt van nee, laat ik doen wat Paul heeft gezegd. Winterbanden zijn zeer aan te raden. De accu-gerelateerde incidenten, dus de starthulpen, kapotte accu's. De eerste vorstperiode gaat gewoon de accu kapot. Of niet gewoon, bij regelmatig gaan de accu's kapot. En we hebben vastgevroren deuren, vastgevroren handremmen. Dat zijn toch wel dat is de top 4 in de winter. Baby, yeah.